kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In het programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Het Nationaal COVID-19 Management Team informeert u vandaag wederom over de alarmerende situatie in het land. Statement president Boutersen over beangstigende lokale uitbarsting COVID-19 en hygiënetips in verband met COVID-19. De situatie rondom de lokale uitbarsting van COVID-19 in Suriname lijkt zeer beangstigend. Het COVID-19 management team blijft zich van overheidswegen uitermate inzetten om het virus te beheersen. In deze aflevering van Focus brengen wij u enkele fragmenten van de COVID-19 persconferentie van 2 juni 2020. Kijkt u mee naar het volgende verslag. Goedemiddag, Sranamangs. We zijn dus nu een heel andere periode ingegaan. Maar dat wil niet zeggen dat wij een periode in zijn gegaan van wanhoop. We hebben nu een moment waarbij we met elkaar moeten stilstaan hoe we verder gaan in Suriname. Gisteravond heeft u de toespraak gehoord van de president. Aan de hand daarvan heeft u dus kunnen begrijpen dat wij vandaag ingaan een partiële lockdown van 6 uur 's middags tot 6 uur in de ochtend. U weet dat er maatregelen zijn getroffen voor wat betreft wegomleggingen, dan wel afsluitingen. U ziet op het podium vandaag de diensten die ons gaan aangeven hoe dat allemaal gaat verlopen. Dringdresi Waktisiki gaat onverkort verder, maar dan wel strenger in terms of maatregelen en in de wijze waarop wij dit allemaal gaan uitvoeren. Ik mag straks de onderdirecteur vragen, majoor Babel, om u de algehele informatie te geven. U mag weten dat wij met elkaar kijken om de medische zending, volksgezondheid, de gelegenheid te geven om te kijken naar bepaalde plekken in Suriname. En die wil ik even voor u opnoemen. Dat is Albina, Bensdorp, Assisi Kriki, Njung Jacob Kondre, Kwaku Grong, Klaas Kreek, Jumo, Dibike, dan wel Botopassi area en de Abenastong area Sukunale. Dat zijn zo de gebieden waarbij de mensen die daar wonen in de komende periode mensen zullen zien bewegen van de medische zending. Maar er zullen ook nog andere gebieden zijn die wij als nationale veiligheid zullen helpen veiligstellen, zodat de medische zending volksgezondheid terdege bezig kan zijn met de surveillance in die gebieden. De eerste vraag was personeel van de ziekenhuizen met betrekking tot de mondkapjes. Zoals u ziet hebben enkele van ons weer een andersoortige mondneusbedekking op. Wat ik op heb is een mondneusbedekking, andere soorten zijn weer mondkapjes. Voor het personeel van het ziekenhuis is het ook afhankelijk van welke afdeling ze werken. Werken ze op een afdeling die te maken heeft rechtstreeks met positieve COVID-patiënten? Hebben ze te maken met potentiële mensen? Hebben ze te maken met mensen die onder investigation zijn? Dan is de bescherming voorlopig genoeg met deze met stoffen mondneusbedekking. De ziekenhuizen, voor het personeel hebben wij ook gevraagd dat als er een tekort al is aan de chirurgische mondneusmaskers, heeft de infectiepreventiecommissie ook al een protocol gegeven van welke stoffen dat dan wel gemaakt kan worden, die dan ook diezelfde bescherming kunnen geven. Deze stoffen waarvan het gemaakt kan worden, de brief is gisteren nog de deur uitgegaan, wederom om ondanks mondelinge afspraken die we ook hadden gemaakt met de verschillende ziekenhuizen, van we moeten gaan beginnen te kijken. Het is niet vreemd, het is niet nieuw. We hebben vanaf het begin in verschillende persconferenties aangegeven waarom volksgezondheid zo huiverig was voor dit eng moment.
En dat is vooral om de beschermingsmiddelen die heel schaars aanwezig zijn. Schaars in Suriname, schaars wereldwijd, schaars om te vinden. Het is gewoon heel, heel moeilijk. Zijn er protocollen voor de ziekenhuizen van de maatregelen die genomen moeten worden? De ziekenhuizen zijn drukdoende om hun protocollen in place te hebben. De meeste van ze hebben dus dat ook al in place. Ze praten met elkaar om het uniform te krijgen. Ik heb recentelijk nog met de medisch directeur van de instanties allemaal gezeten om naar uniforme protocollen te kijken over het algemeen. En natuurlijk zal van elk ziekenhuis, afhankelijk van de zorg en de diensten die ze verlenen, ook weer verschillen in de protocollen. Overal is dat allemaal hetzelfde. Ik krijg wel nog rapportage van welke diensten in deze code rood nu nog doorgaan, welke op een lager pitje geplaatst zullen worden. Want u snapt, we hebben het ook al vaker aangegeven, we hebben een tekort aan human resources, aan verplegend personeel, aan artsen. En dan wil ik dan gelijk antwoord geven op die vraag van hoeveel IC-mogelijkheden hebben we. In de vorige persconferentie heb ik dat ook aangegeven. Dat zijn op dit moment 45. Waarom is het nummer steeds een beetje anders? We kijken naar de realistische die we apart hadden gezet voor COVID. Maar we kijken ook wat we dus niet apart hebben gezet. U snapt. Er gaan niet alleen COVID-patiënten nog op de IC moeten. Er gaan ook andere patiënten nog gebruik moeten maken van de IC-diensten. De ziekenhuizen hebben onderling afspraken gemaakt waarbij VG dus natuurlijk ook belast mee was om te kijken welk ziekenhuis neemt wat op zich. Welk ziekenhuis gaat waarschuiven. In welke fase gaat dit ziekenhuis dat overnemen. Op dit moment hebben we op de IC in het RKZ 4 patiënten liggen. En we hebben op de IC van het Wanika ziekenhuis 3 patiënten liggen. Er is een mogelijkheid om dat te stretchen. Maar je wil niet van alle ziekenhuizen alle IC-plekken gebruiken. Omdat die IC-plekken ook bestemd moeten zijn voor nog andere patiënten die dat ook daadwerkelijk nodig hebben. Vandaar dat u steeds weer een getal hoort dat shift. Maar vooralsnog kunt u hem houden op 45. Is Suriname ready ervoor? Nee, en dat is dan ook de kraai. En dat is ook waarom volksgezondheid vanaf januari op de tv, op de radio, constant bezig is uit te leggen. Mensen, houden jullie rekening hiermee. We proberen onze drempel nog niet te overschrijden, maar onze drempel gaat de capaciteit zijn. Wanneer gaat het een officiële ramp voor ons zijn, wanneer we die drempel hebben overschreden. En die drempel is totaal afhankelijk van onze capaciteit. Ik heb het in de vorige persconferentie ook aangehaald. Niet alleen capaciteit van bedden. Men moet niet alleen kijken naar de bedden. Het is ook human resources, verplegend personeel, dat moet werken. Verplegend personeel dat ook uitgeput kan raken. Verplegend personeel dat ook ziek kan worden. Onze zorgverleners zetten zich nu op de frontlinie en leveren zorg aan de mensen met COVID-positief. Waar wij alleen maar al bang zijn als we horen dat misschien een COVID-positieve persoon in NIS zou kunnen hebben rondgelopen, zijn deze met daadwerkelijk positieve mensen bezig. Ik vraag dus gelijk weer hierop aaneensluitend. Surinamers, blijven jullie voorlopig thuis. Surinamers, hou de regels in acht. Laten we de drempel niet overstijgen. U heeft gezien, in een zeer korte tijd zijn we al gegaan naar 53. IC-patiënten ontwikkelen trombose. Wat is trombose? Trombose is als er een verdikking in je bloed heeft plaatsgevonden en dat zich losrukt en op een gegeven moment door je lichaam vanuit die grote aders, vanuit die grote buizen waardoor het bloed heen stroomt gaat naar de iets kleinere en vast gaat zitten. We hebben in een virtuele conferentie met specialisten in China hebben we gesprekken gevoerd en we hebben deze vraag ook gesteld. Onze medisch specialisten die mee hebben gedaan daaraan, hebben die vraag ook gedeponeerd bij de Chinezen. Hebben jullie iets gemerkt aan veel gevallen met trombose? Voor wat hun aantallen betreft die ze hebben gehad, gaven de specialisten van de IC, de intensivisten, de infectiologen van de Chinese zijde aan dat het veelal toch nog steeds respiratoire is. Dat wil zeggen long gerelateerd. Er zal sowieso ook wel een correlatie zijn, dus een verminding met mogelijke bloedverdikking. En dat wordt nog steeds echt onderzocht.
Onze specialisten hebben een case management protocol gemaakt voor hoe wij uniform in Suriname patiënten op de IC zullen behandelen. En de vraag is ook gesteld aan hun. Ik heb nog geen antwoord echt terug gehad, maar ik weet waarom ook niet. Omdat het wereldwijd zelf nog niet vaststaat dat dat werkelijk een rol speelt. Als er positieve gevallen waren in NIS en wat ze daar deden, ik kan u dat nu zo niet zeggen. Ik denk dat mevrouw Feira daarop antwoord al had gegeven in de vorige persconferentie. De Gripolite Apura. Als er meer informatie daarvan is, de mensen van Apura kunnen zich altijd melden bij de poli. Het is liefst natuurlijk dat er wordt gebeld. Als ze niet gebeld kan worden en als ze zorg nodig hebben, kunnen ze zich melden. Er wordt wel gevraagd aan elke Surinamer, als u zich naar de huisarts begeeft, zet u alstublieft een mondneusbedekking op, zodat u anderen niet hoeft te besmetten als u mogelijkerwijs wel met COVID-19 besmet bent. Na hoe lang rukt QRT uit? De processen hebben wij ook vaker uitgelegd. Ik zal proberen om het nu weer in een notendop te doen. Wanneer er wordt gebeld naar 178 met een melding en de melding is heel duidelijk, wordt dat vanuit 178 meteen in een groepsapp van een public health deskundige geplaatst. Die leggen het meteen ook over met de infectiologen. Die geven aan, deze persoon moet geswapt worden. De ambulance, de designated ambulance rijdt uit, dat is van de RGD om zo iemand te swabben. Als het gaat om een melding waarvan we zien dat het onduidelijk is, de informatie, moet er eerst achter die informatie aangezeten worden. Daarvoor hebben we ook de overige partners met wie wij kunnen kortsluiten als de informatie klopt of niet. Ik moet u mededelen, we krijgen nog steeds bij 178 nog 50% van de calls die binnenkomen zijn pranks. U snapt dat u onze human resources, onze energie, onze mensen die daar werken, helemaal uitput als ze elke keer voor een prank moeten uitrijden. Ik vraag daarom dus ook aan de burgerij om dit serieus te nemen en niet onze mensen al moeten maken nog voordat ze naar een echte call moeten gaan. Het kan soms iets langer duren. Het QRT moet soms uitrukken naar heel veel andere plaatsen tegelijkertijd. En het kan even duren, maar er wordt wel altijd gecommuniceerd met de mensen op de een of andere manier om ze te vragen om thuis te blijven. Al wordt u niet gebeld, als u weet dat u ziek bent, blijf thuis. En bel naar uw huisarts, bel 178, wacht rustig thuis af. U heeft niets op straat te zoeken. Dus ook al duurt het 2 uurtjes of 3 uurtjes voordat QRT daar aankomt, het quick response team, wacht u rustig, u heeft niets op straat te zoeken. Er was een vraag over personen die moeten afreizen naar Paramaribo vanwege acute medische redenen of hulp dat ze nodig hebben. Dat is natuurlijk mogelijk en dat mag en dat moet ook. Er wordt wel gevraagd dat er ergens een verwijsbrief aanwezig is vanuit een arts of zo. Maar natuurlijk kunnen er dusdanige, hoe noem je dat? Situaties zijn dat die persoon van huis uit moet vertrekken richting Paramaribo zonder dat hij of zij naar een arts is gegaan in de omgeving. En dat kan ook gebeuren als je dus op de post aankomt. En ik denk nu aan Stalkertsijver of misschien ook vanuit het zuiden, dan kom je op Pukisarong of zo terecht. Dat kan allemaal. Er wordt wel gevraagd dat u zoveel als mogelijk die informatie geeft aan een dienstdoende veiligheidsfunctionaris, zodat hij of zij dus een evenwichtig besluit kan nemen. Dus dat wordt wel gevraagd van de samenleving. Verder moet ik dus corrigeren. Ik gaf aan dat de post bij het meer, dus in Para is, maar dat is natuurlijk in Brokopondo, dat weten we allemaal. Maar deze posten zijn allemaal geplaatst om er zeker van te zijn dat indien men gebruik zou willen maken van de uitwijkroutes, dat ze toch opgevangen, ik zal het opgevangen noemen, opgevangen worden bij deze posten, hulpposten die dus zijn geplaatst in binnen die operatie. Omdat we dus weten dat de meeste van de positieve gevallen komen uit het oosten, dan is niet alleen onze focus op het oosten natuurlijk, maar wel veel meer gericht op het oosten. En dan zijn we dus bezig als team om na te gaan welke routes men zou kunnen bewandelen om toch te komen naar de kustvlakte. En dat we dus moeilijk aan contact tracing zouden kunnen doen. En met WO bedoel ik natuurlijk het ministerie van Volksgezondheid.
Verder vraag ik dat, nee, ik moet dus dat nog aangeven van Achoni. De directeur Nationale Veiligheid gaf dus enkele ogenblikken ook al aan, aantal dorpen die, waar er ook maatregelen getroffen zullen worden. En ik dacht dat ze ook sprak over Jumo en zo. Nu op dit moment is dus het Korps Politie Suriname samen met het Nationaal Leger bezig om post te vatten te Achoni. En nadere instructies hierover of informatie hierover zal volgen. Maar de lokale bevolking zal dus merken dat er een hogere aanwezigheid is van politiefunctionarissen en militaire manschappen. Maar hierover zal dus meer informatie verschaft worden. Verder doe ik van hieruit een beroep op de samenleving om niet ervan uit te gaan dat we de posten hebben of dat we checkpoints in het leven hebben geroepen om u onaangenaam te zijn. Het is belangrijk dat u begrijpt dat deze maatregelen worden getroffen om ons allemaal te beschermen. En als u vrij gaat zijn en zich makkelijk gaat kunnen bewegen tussen gebieden, wordt het moeilijk om na te gaan wie u allemaal onbewust besmet heeft, indien u dus later positief mocht blijken. Dus het verplaatsen van punt A naar punt B moet gecontroleerd plaatsvinden. En daarom worden de registraties op nagehouden bij de checkpoints. En soms wordt u dus ook een toegang ontzegd. Dus dat u door kunt gaan naar een andere locatie. Dan wordt u dat verboden en moet u dus terug naar van waar u komt. En er zijn een heleboel beelden al op social media van lokale bewoners. En met name vanuit het oosten. De stalkers even die daar tekeer zijn gegaan. Die gewetsdienaren. Die gewoon hun werk doen. En het geeft alleen maar aan dat wij, en ik praat over wij omdat ik er ook in zit als Surinamer, dat we waarschijnlijk niet voldoende bewust zijn van wat er allemaal speelt. De cijfers liggen er niet om. We hebben nu 43 active cases. Wat moet er nog meer gebeuren dat we gaan beseffen dat wij ook zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen en dat we dus helpen, dat we de veiligheidsdiensten helpen. Dus als u naar die post komt, naar de checkpoint komt en u gaat daar tekeer, helpt u niet. En eigenlijk zorgt u alleen maar voor stagnatie en zorgt u ervoor dat er geen oplossing komt in die zaak. Dus als u instructies krijgt van de veiligheidsdiensten om terug te gaan of om in uw wagen plaats te nemen en te wachten op nadere bijzonderheden, doet u dat. Ik roep u op, broeders en zusters in Suriname, onze Sranamangs, draagt u een steentje bij. Het enige dat we van u vragen is dat u gehoorzaam bent. Dat is het enige. En volgt u instructies op van functionarissen die daar zijn geplaatst om alleen maar het werk te doen waarvoor ze geroepen zijn. President Desiree Boutersen heeft naar aanleiding van de verontrustende situatie rondom COVID-19 in Suriname een statement uitgebracht. De president gaat in op maatregelen die noodzakelijkerwijs getroffen worden ter beheersing van het COVID-19-virus. Suriname telt sinds maandag 1 juni 34 nieuwe COVID-19-besmettingen als gevolg van ongehoorzaamheid vanuit delen van de samenleving. De maatregelen door het staatshoofd aangekondigd zijn bedoeld om de samenleving in haar totaliteit te beschermen. De nieuwe maatregelen gaan per dinsdag 2 juni in. Goedenavond Suriname. Terwijl wij ons allen opmaakten voor de formele uitslag van de verkiezingen, worden wij geconfronteerd met nieuwe gevallen van COVID-19. Waar we voor waarschuwden, lijkt nu te gebeuren. Op dit moment wordt een explosief groeiend aantal personen positief getest op het virus. Dit baart ons zeer, zeer grote zorgen. We zien ons binnen de afgelopen 24 uur geconfronteerd met clusters van besmettingen in Paramaribo en lokale verspreiding van besmetting in Albina en omgeving. Ondanks dat de grenzen gesloten waren, hebben individuen ons doelbewust tegen alle regels in groot gevaar gebracht, waarbij wij nu
van de dorpen in het oosten tot in de stad en het verre binnenland te maken hebben met de gevolgen van deze grove onverantwoordelijkheid. De gezondheidsteams zijn direct aangevangen met het nagaan van contacten van besmette personen. Het voorlopig veldonderzoek wijst uit dat de nieuwe gevallen voornamelijk te herleiden zijn tot het oostelijk deel van ons land. De onduidelijkheid over de bron van de lokale verspreiding zorgt voor hoge alertheid. Het Nationaal COVID-19 Management Team heeft daarom aangegeven dat Suriname zich in code rood bevindt. U begrijpt dat code rood betekent dat wij naar een nieuwe fase gaan. Een fase waarbij wij wederom een beroep op u doen. In deze fase stellen wij de gezondheid als ook de uitvoering van de volkswil als absolute prioriteit. Neemt u de komende 2 weken uw eigen verantwoordelijkheid om zelf en anderen te beschermen. Realiseert u zich dat wij COVID-19 vrij waren? Door onmaatschappelijk gedrag is de realiteit dat COVID-19 thans hoogtij viert in Suriname. Ons gezamenlijk doel is nu om besmettingen te vertragen, zodat de capaciteit van onze zorgverleners niet overbelast wordt. Als regering zullen wij uw veiligheid helpen garanderen door de maatregelen op te schroeven. Deze geldende maatregelen zijn: 1. De partiële lockdown zal vanaf morgen 2 juni in heel Suriname gelden vanaf 6:00 PM tot 6:00 AM. Maatregel 2. Samenscholingen worden teruggebracht naar maximaal 5 personen. Maatregel 3. Per heden is de brug bij Stolkersijver voor beweging van personen in beide richtingen afgesloten, met uitzondering van noodzakelijke diensten, de veiligheids- en gezondheidsautoriteiten. Maatregel 4. Vanwege de extra zorg in bepaalde gebieden in het binnenland wordt het vliegverkeer voor passagiers van en naar de volgende dorpen per direct gestopt: Stoelmanseiland, Drietabbetje, Godolo, Kotika, Lawatabiki, Antino, Anapaike, Ulemari, Gakaba en Albina. Het vervoer van goederen blijft vooralsnog toegestaan. Maatregel 5. De grenzen via land, water en lucht blijven gesloten voor personen. Maatregel 6. De aangekondigde versoepeling wordt per heden teruggedraaid. Dat wil zeggen dat scholen gesloten blijven, crèches per morgen weer gesloten zijn, heropende markten weer gesloten zullen worden en alle bedrijven terug moeten naar de hoogste voorzorgsmaatregelen. Casino's en horeca's zullen wederom gesloten zijn voor bezoekers. Hierbij is het advies vanuit de gezondheidsautoriteiten om uw mond en neus te bedekken indien u toch op straat moet gaan. Hoeft u niet op straat, blijf alsjeblieft dan thuis. Tana oso, noga strati. Legt u zelf een thuisquarantaine op. Suriname, de komende 2 weken zullen wij de grootste voorzorgsmaatregelen moeten nemen
voor onszelf en voor elkaar. Zorg u dat uw weerstand sterk is door veel groente en veel fruit te eten. Zorg u dat u regelmatig uw handen ontsmet. Neem geen risico's. Voelt u zich grieperig? Isoleert u zichzelf en bel 178. Laten we allen extra zorgen voor de meest kwetsbaren onder ons. In het bijzonder aan onze broeders en zusters in Marowijne, Sipaliwini en Nikeri vraag ik om de rust te bewaren. Heeft u gezondheidsklachten, maakt u dan contact met een medische post. De medische teams in het veld zullen u verdere instructies geven. Gaat u zich alsjeblieft niet verplaatsen en zo de kans op besmetting vergroten. Brananasa, we moeten samenwerken. We hebben elkaar allemaal nodig. COVID-19 discrimineert niet tussen leeftijd, sociale status of politieke kleur. Laten wij Suriname niet verdelen, maar tot elkaar brengen en onze kracht verbinden, zodat wij samen zorgen dat Suriname gezond blijft. Nogmaals benadruk ik, zowel onze gezondheid als de spoedige afwikkeling van de volkswil zijn onze hoogste prioriteit. Ik vraag u wederom om samen in gebed te gaan. Gado Nawifesiman. Ik dank u. Surinamers, laten wij met z'n allen ophouden met het vertonen van koppigheid en onverantwoord gedrag. COVID-19 maakt geen onderscheid tussen ras, kleur en politieke voorkeur. Intussen heeft Suriname door laksheid van sommigen nu te kampen met een nieuwe uitbarsting van het virus. Er wordt gevreesd voor een explosieve groei van het aantal besmettingen, hetgeen zal zorgen voor een gigantische druk op onze gezondheidssector. Door onverantwoord handelen brengt u niet alleen uw eigen leven in gevaar, maar ook dat van uw naasten. U zet vele levens op het spel en brengt de totale volksgezondheid in gevaar. Hebt u tenminste respect voor de gezondheid van uw medemens? Onze grenzen zijn nog steeds gesloten om het volk te beschermen. Alle hygiënemaatregelen en de social distance van 2 meter zijn nog steeds van kracht. Het organiseren van evenementen en bijeenkomsten is verboden. Was de handen voor en na elke handeling die u pleegt. Samenscholing met meer dan 5 personen is ten strengste verboden en zal worden afgestraft. Verder is het van eminent belang om u te houden aan de geldende avondklok. Zorgt u ervoor dat u zich na 6 uur 's avonds niet meer over straat begeeft. Wees zorgvuldig, verantwoord en blijf alert. Dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.